Piotr Patisek, je hebt er lang op moeten wachten, maar dan zat hij er ook lekker in. Ja, eerste kans, eerste goal. En, ik ben er blij mee. Koppen ze eraf en vanaf nu door. Het hele team vierde het met je. Ja, voelde je het als vertrouwen? Ja, sowieso. Weet je, ongemerkt is iedereen ermee bezig. En, die jongens geven me veel vertrouwen. Ook de mensen van het kom wel. En, ik had ook echt het gevoel dat hij vandaag ging vallen. En, gelukkig was de eerste kans gelijk raak. Heb je er lang mee gezeten? Ja, kijk, weet je, ik kom op een gegeven moment op de bank terecht. En, het is, in mijn ogen was het terecht. En op dat moment misschien ook wel beter om mij gewoon even uit de picture te zetten. En gewoon met rust te laten. En, ik denk dat dat goed heeft gewerkt. Ik was tegen Kozakken Boys heel dichtbij. Tegen NAC vorige week pakte de keeper hem goed. Alleen nu zit hij erin en nu is het zaak om door te gaan. Hoe voelt dat je eerste competitie doelpunt? Ja, heerlijk. Lekker. Maar ja, ik had nog 2 moeten maken. Dus daar baal ik wel van. Maar het is natuurlijk lekker om te scoren en we hebben die 3 punten gepakt, dat is het belangrijkste. Die 1-0 en die 2-0 erachteraan, dat gaf ons veel vertrouwen. En ik denk dat als het bij rust 5-0 staat, dat niemand wat mag zeggen bij ADO. En, natuurlijk kunnen ze klagen op momentjes, misschien penalty of niet. Maar al met al terecht overwinning. Ja, als je het vergelijkt met de tweede helft, de eerste helft was echt vrij goed. De tweede helft was iets minder. Ja, de tweede helft was minder, we werden iets achteruit gedrukt. Alleen in omschakeling creëer je nog genoeg kansen. Kun je uiteindelijk nog uitlopen naar 3-4-0. Maar goed, gelukkig gewonnen. Younes' eerste goal in Eredivisie Eker. Vanaf 4 verder. Ja, is dat lastig je vinger op te leggen? Afgelopen dinsdag hadden jullie ook mee moeten scoren. Vandaag dan ook weer. Is het moeilijk om te zien waar dat ligt? Ja, natuurlijk is het moeilijk om te zien. Maar kijk, het positieve is natuurlijk dat wij die kansen creëren. We komen tot grote kansen. En dat is het belangrijkste, ja. Nu hebben wij 2 gemaakt vandaag. En volgende keer, wie weet, misschien schieten we 4 of 5 binnen. Ja, merk je ook in het veld tijdens zo'n wedstrijd dat jullie groeiende zijn als team? Ja, ik denk dat je dat in de eerste helft kan zien hoe Frank en Vrij we voetballen. En als je ziet bijvoorbeeld Philip Sander vanuit achteruit met hoeveel vertrouwen die staat te spelen, Younes. Namely, het is gewoon ook fantastisch om als speler op veld te staan met zulke jongens. Kijk, we hebben ook onze momenten, zeg maar. We hebben ook 10 minuten waar het niet zo goed gaat. Maar wat we nu beter doen is dat wij compact blijven en het is moeilijk om tegen ons doelpunten te maken. En dat heb je vandaag weer gezien, 2-0. Dus weer het 0 gehouden, dat is ook belangrijk.